ook rolstoelrijders hebben een vierdaagse. Meer dan 160 rolstoelrijders zijn vandaag in het Twentse Delden begonnen aan hun eigen Vierdaagse. De 22e editie van de Rolstoel Vierdaagse. Delden, 10 uur vanochtend. Ik heb er ontzettend wel zin in. Het is voor mij de eerste keer en het lijkt me ontzettend spannend. Daar gaan ze. Rollers worden ze genoemd. De 160 deelnemers aan de Rolstoel Vierdaagse. Ze leggen een afstand af variërend van 15 tot 70 kilometer per dag. De Rolstoel Vierdaagse werd uit nood geboren. In 1986 hebben wij voor het eerst initiatief genomen, de toenmalige gemeentesecretaris, om een rolstoelvierdaagse op te zetten. En dat kwam doordat de rolstoelers niet in Nijmegen mee mochten doen. Inmiddels is dat Nijmeegse verbod opgeheven. Maar deze vierdaagse is een stuk populairder onder de rollers. En ook mensen die normaal niet in een rolstoel zitten, kunnen meedoen. Je mag hier gewoon meedoen als je in een rolstoel gaat zitten. En ja, of je dan valide bent of niet, het is juist de bedoeling om hier samen wat te presteren. En is het gewoon leuk om te merken dat het voor ons juist als valide mensen heel erg zwaar is. Er is wel één voorwaarde, alleen handaangedreven rolstoelen zijn toegestaan. Goed, een beetje regen, maar volgens mij wordt het alweer droog, dus gaat helemaal goed. U ligt helemaal eenzaam op kop, hè? Is ben ik op kop. Ik heb de eerste pauze overgeslagen, dus dat scheelt denk ik. Er zijn vandaag 3 pauzes en dan heb ik daar in eentje eigenlijk wel genoeg. Dus, Maar het gaat niet zozeer om de snelheid als wel om de gezelligheid. En terwijl iedereen na enkele uren achter elkaar binnenrolt, liggen de eerste al op de massagetafel. Weinig publiek bij de finish vandaag. Vrijdag, de laatste dag, zal dat anders zijn. Dan worden ook de medailles uitgereikt aan de helden van Delden. Zoals de deelnemers hier worden genoemd.